Gefeliciteerd met uw Ford Mustang Mach-E namens Wensink. Ik ga jullie vandaag alles uitleggen over deze auto. De eerste elektrische auto van Ford. En ik neem jullie mee. Het ontgrendelen van de auto, dat kan uiteraard met de sleutel. Maar met de achterklep kan het ook op een andere manier. Ik zal jullie eventjes laten zien hoe dat gaat. Stel je loopt met je handen vol met twee zware boodschappentassen, dan kan die ook met je voet geopend worden als je de Technology Pack gekozen hebt als optie. Nou, dan opent zich de ruime bagageruimte met nog een dubbele laadvloer erin, zodat je daaronder nog wat spullen kwijt kan. Zoals in dit geval onder andere de laadkabel, waar ik straks nog eventjes op terugkom. En het sluiten dat is simpelweg door het knopje in te drukken. Het mooie van een elektrische auto is natuurlijk dat er geen brandstofmotor in zit. Dus dat schept wat extra ruimte voorin. Naast de bagageruimte achter hebben we dus voorin nog de frunk zitten. Deze open je door twee keer aan de hendel te trekken. En dan kan je eenvoudigweg de klep openen. En voilà, nog een extra bagageruimte, onderverdeeld in een aantal compartimenten. Wat je overigens ook in de frunk doet, is het bijvullen van de ruitensproeiervloeistof. Die zit hier. En vervolgens als je klaar bent, dan kan je hem sluiten door de klep dicht te doen. En hem eventjes met twee handen aan te duwen. AC laden, DC laden, kilowatts, kilowattuur. Allemaal termen die u misschien wel een keer heeft langs horen komen. Ik neem even mee in de wereld van het laden van elektrische auto's. Tanken dat is niet meer. Laden dat doe je tegenwoordig bij een laadpaal. Ofwel thuis of in de straat. En dat kan eigenlijk grofweg op twee manieren. Eentje is het AC laden. Nou, dat is op een normale laadpaal zou ik maar even zeggen. Je gebruikt daarvoor het bijgeleverde laadsnoer. En je kan dan met 11 kilowatt laden. Eigenlijk voldoende om de auto in een nachtje weer vol te krijgen. Of een dag op kantoor. Maar dat is niet echt snel genoeg om de auto op te laden als je onderweg bent op vakantie bijvoorbeeld. Of wanneer je een lange rit moet maken door het land. Nou, dan kunnen we nog gaan snel laden. Ook wel DC laden genoemd. We zijn dan niet meer gebonden aan die 11 kilowatt als maximum. Maar we kunnen in één keer met 115 tot 150 kilowatt, afhankelijk van het model dat u heeft, kunnen we gaan snel laden. Concreet komt dat neer op een half uur tot 40 minuten om de auto weer tot 80% vol te krijgen. Nou, verder laden dan die 80%, dat heeft niet zo heel veel zin, want dan neemt de laadsnelheid aanzienlijk af. Dus wanneer je erop zit te wachten, laad de auto tot 80% en ga dan weer gewoon lekker op weg. Hoe laad je de auto nou op? Nou, voor het AC laden hebben we het bijgeleverde laadsnoer. Je plugt de laadsnoer in de laadpaal, je plugt hem in de auto en je scant vervolgens je laadpasje of je laadtag, sleutelhangertje wat je hebt gekregen. Die scan je eventjes over de laadpaal en dan start het laden. Voor het snelladen moeten we nog eventjes het kleine klepje eronder openen. We gebruiken dan niet meer het eigen laadsnoer, maar het laadsnoer bij het snellader zit vast aan het laadpunt. Het wordt ook wel de CCS-poort genoemd, Combined Charging System. En op die manier kan je gaan snelladen. Die twee onderste pinnen worden dan erbij gebruikt. Verder werkt het op exact dezelfde manier. Je sluit de kabel aan op de auto, je scant even het laadpasje en het laden is gestart. Overigens is er nog één andere manier van opladen. Gewoon via het stopcontact, deze herkent u wel. Het gaat aanzienlijk langzamer dan het laden via een laadpaal. Je laadt immers maar met één fase. Maar ja, mocht er niks anders in de buurt zijn, dan is dat misschien toch de ideale oplossing om op je vakantie bij het vakantiehuis in de Ardennen, als er niks anders voorhanden is, om weer weg te komen. Voor ik het vergeten te zeggen trouwens, de laadkabel die vergrendelt uiteraard tijdens het laden, op het moment dat je hem erin gestoken hebt. Je kan met de ledjes hier de laadstatus volgen. Wanneer het laden gestart is, beginnen deze blauw te branden. Hoe meer ledjes er branden, hoe voller de accu is. En wanneer de accu 100% vol is, dan branden ze allemaal. Overigens kan je dat uiteraard ook via de FordPass app volgen. Is het laden nou klaar, dan beëindig je de laadsessie sessie door je pasje weer eventjes langs de laadpaal te scannen. En vervolgens moet je, terwijl je de sleutel bij je hebt, eventjes het knopje indrukken om de laadkabel te ontgrendelen. En dan kan de laadpoort weer dicht. Misschien was het al opgevallen, maar er zitten geen deurhandgrepen aan de auto. Ja, hoe open je dan de deur? Daar hebben ze een knopje voor aangebracht. Eventjes indrukken en de deur komt een stukje naar je toe. Er zit overigens een mechanisme in om ervoor te zorgen dat je vingers er niet tussen komen te zitten. De deur kan nu niet meer dichtvallen. Hij kan uiteraard wel weer verder open. En dan kan je instappen. Elektrisch rijden is niet moeilijk, maar wel een beetje anders. Kijk, we hebben uiteraard gewoon een gaspedaal, of stroompedaal wat je wil. Ik noem het gewoon een gaspedaal. We hebben een rem, we hebben een stuur. Maar er zijn een aantal rijmodi waarmee je kan bepalen hoe de auto zich gedraagt. Je kan ervoor kiezen om gewoon traditioneel te rijden. Je geeft gas door het gaspedaal te bedienen en je remt door het rempedaal in te trappen.
Maar we hebben ook de zogenaamde one-pedal driving. Nou, wat er dan gebeurt is dat de auto begint in te houden wanneer je het gas gaat loslaten. En dan op dat moment is hij aan het afremmen en tijdens het afremmen is de auto energie aan het terugwinnen. Nou, daar behaalt hij heel veel van zijn efficiëntie van. Uiteindelijk is dat even wennen, maar kan het een hele prettige manier van rijden zijn. Je hoeft je voet wat minder vaak te verplaatsen van het gas naar de rem en weer terug. En je bedient eigenlijk de hele auto met één pedaal. Je geeft gas wanneer je vooruit wil. En wanneer je gaat afremmen, dan ga je dat gaspedaal gedoseerd loslaten. En op die manier bepaal je de mate van vertraging. Hier in het systeem kan je dat instellen onder rijmodi en dan de functie One Pedal Drive, aan of uit. Het is even wennen zoals gezegd, maar probeer het zeker uit, want een heleboel mensen vinden dat toch bijzonder fijn rijden. In het midden van het dashboard hebben we het grote touchscreen waarmee je het infotainment bedient. Grofweg de inbedeling is als volgt. Bovenaan hebben we de sneltoetsen om naar de auto-instellingen te gaan, waar je ook de rijmodus kan aanpassen en alle overige auto-instellingen. Nog een keer drukken om hem weer te verbergen. Vervolgens heb je een stukje naar rechts, een knopje met de drie puntjes. Daarmee kom je in het overzicht van alle verschillende menus die er zijn die je voor dagelijks gebruik nodig hebt. De radio, telefoon, navigatie, noem maar op. Een kwestie van een menu aantikken en hij wordt geopend op het middelste gedeelte van het scherm. Daar net onder heb je altijd drie vakjes met de drie laatst gebruikte menus die je open hebt gehad. Om daar eenvoudig met één druk op de knop naartoe te gaan. Zoals in dit geval Apple CarPlay. Nu zien we hieronder weer de radio staan. Dat was degene die daarvoor voor op het scherm stond. Als we die aantikken, dan gaan we weer terug naar het radiomenu. Nog een stukje daaronder hebben we altijd op de vaste plek de climate control staan. Met links en rechts de temperatuur gescheiden. Ventilatorinstellingen, stuurverwarming, stoelverwarming als dat op de auto zit. En een grote draaiknop om het volume mee aan te passen. De auto is uitgerust met een heel aantal hulpsystemen, ook wel ADAS genoemd. Advanced Driver Assist Systems. Ik vind het wel even interessant om ze toe te lichten, degene die belangrijk zijn. Je kan de instellingen aanpassen door wederom naar de auto-instellingen te gaan. En dan het kopje bestuurdersassistentie. Wanneer we klikken op aanvullende instellingen, dan krijgen we alle mogelijke hulpsystemen die er zijn, krijgen we te zien. Als eerste staat er de cruise control. Ik open hem eventjes door op het pijltje te drukken. En dan zien we dat je drie instellingen kan kiezen. Eén is een normale cruise control, nou, die kent u waarschijnlijk wel. Daarna krijgen we de adaptieve cruise control. Dus de cruise control die met behulp van de radar die in de voorbumper zit, zelf afstand houdt tot de auto voor je. Wanneer de auto dichterbij komt en je de snelheid hoger hebt ingesteld. En daaronder hebben we ook nog de Intelligent Cruise Control. Nou, dat is een cruise control die zowel met de radar afstand houdt tot de auto voor je, maar die ook met de camera die achter de spiegel zit de verkeersborden leest en op basis daarvan zelf de snelheid van de cruise control aanpast. Wil je niet dat de auto zelf de snelheid van de cruise control aanpast, dan kan je hem op adaptief laten staan. Wanneer je het wel prettig vindt, heb je nog de Intelligent Cruise Control setting. Wat je vervolgens ook nog kan doen is de lane centering aanzetten. Wat de auto dan doet is wanneer je de cruise control gebruikt, dat de auto actief zichzelf midden op de rijstrook houdt. Uiteraard hoor je handen aan het stuur te houden. Daar zal de auto ook om gaan vragen als je je handen te lang loshoudt. Maar de auto die helpt je eigenlijk bij het sturen en je hoeft alleen maar een beetje mee te kijken en hem losjes vast te houden. Naast de cruise control hebben we ook nog de lane keeping system. Nou, dat is het systeem die, ook wanneer je de cruise control niet gebruikt, je ervoor zal behoeden om de rijstrook te verlaten. Tenzij je de richtingaanwijzer gebruikt uiteraard, dan kan je gewoon netjes van rijstrook wisselen. Maar ben je gewoon aan het rijden en je dreigt in de buurt te komen van de beleiding van de rijstrook, of je dreigt de rijstrook te verlaten, dan behoedt de auto je daarvan. Je kan de modus instellen, ofwel dat die hulp geeft de auto of dat die alleen waarschuwt. En je kan de intensiteit ervan instellen. Pre-collision assist, dat is eigenlijk je noodremsysteem. Dus de auto die kijkt continu met je mee. Ook als je zonder cruise control gewoon zelf aan het rijden bent. En wanneer de auto denkt dat het fout dreigt te gaan, doordat je bijvoorbeeld plotseling best wel hard op je voorligger afkomt, er ontstaat in één keer een file op de snelweg, dan kan die gaan ingrijpen als het echt fout dreigt te gaan. Nou, dat doet hij pas op het allerlaatste moment. Hij geeft je daar wel een waarschuwing voor. Maar ben je ervan bewust dat de auto best wel stevig kan ingrijpen. Ik zeg altijd maar liever een keer dat je eventjes schrikt door het ingrijpen dan dat je een aanrijding hebt. Er zijn nog een aantal kleinere hulpsystemen. Door je hoekwaarschuwing, BLIS, Blind Spot Information System staat dat voor. De auto waarschuwt je als je de verkeerde kant weg opdraait.
Als je kruisend verkeer van achteren hebt bij bijvoorbeeld achteruit uitrijden van een parkeervak. Als je niet meer op zit te letten, heb je de driver alert. En met de auto hold kan je de auto stil laten staan wanneer je tot stilstand bent gekomen. Dan houdt hij zelf de rem vast en dan kan je niet wegrollen. Nou, bepaal voor jezelf welke systemen je prettig vindt en zet ze nagelang je wens aan of uit. De cruise control activeer je met het knopje links op je stuur, linksboven. Dan is de cruise control standby en dan kan die geactiveerd worden. Wanneer je de cruise control wil instellen, doe je het middelste wipschakelaartje naar boven. Set en daarmee zet je hem vast op de huidige snelheid die je rijdt. Vervolgens kan je, als je die schakelaar naar boven of naar beneden beweegt, kan je met plus en min kan je de snelheid verhogen of verlagen. Zoals gezegd, als je hem op adaptief hebt staan, dan houdt de auto automatisch afstand tot de auto voor je. Die afstand die de auto houdt, die kan je ook instellen. Rechtsboven heb je het knopje met een autootje met een aantal streepjes erachter. En daarmee kan je de afstand tot de auto voor je instellen. Druk het knopje een aantal maal in en dan zie je met het aantal streepjes op het display de afstand gevisualiseerd tot de auto voor je. Als laatste hebben we nog een knopje daaronder, rechts onderin. Daarmee zet je de lane keeping aan of uit. Dus of de auto zichzelf netjes binnen de rijstrook houdt of niet. De Mustang Mach-E biedt je de mogelijkheid om het rijgedrag naar wens aan te passen. Dat doen we via het automenu. En dan komt hij gelijk bovenin op de rijmodi te staan. Nou, dan kunnen we kiezen uit Active, Whisper of Untamed. Dat bepaalt een beetje het gedrag van de auto. De gaspedaalrespons, de besturing en dat soort zaken. Active is eigenlijk de normale standaard rijstand. Whisper is meer de economische rijstand waarbij de auto alles wat gematigder doet, waarbij hij wat relaxer rijdt. En Untamed, als je een keer lekker wil sturen met de auto, doet hij overigens erg goed. Dan kan je er overigens ook nog voor kiezen om geluid aandrijving aan of uit te zetten. Dan produceert de auto het kenmerkende Mustang V8 geluid wanneer je stevig accelereert. Best wel een leuke optie. De auto heeft ook zijn eigen internetverbinding. Niet alleen is dat handig voor de kaartupdates, actuele informatie over laadpunten, maar ook met de Ford Pass app kan je een verbinding maken met de auto via je mobiele telefoon. En op die manier de status van de auto zien. Hoeveel kan je er nog mee rijden, hoeveel batterijlading zit er nog in. Maar ook kan je daar een laadplanning instellen. De auto is dan netjes klaar met laden wanneer je dat wil, opgeruimd en al en klaar voor vertrek. Net zoals bij elke auto zal het verbruik van de Mach-E natuurlijk afhankelijk zijn van de omstandigheden en je rijstijl. Je kan daar wel wat invloed op uitoefenen, dus ik kan je daar wat tips voor geven. In de winter zal je zien dat het verbruik behoorlijk hoog is door de verwarming van de auto, van het interieur. Als je stoelverwarming op de auto hebt zitten, maak daar vooral gebruik van. Stoelverwarming is eigenlijk een hele efficiënte manier om het voor jezelf behagelijk te maken. En dan hoeft misschien niet de interieurtemperatuur omhoog. Daar kan je wat mee besparen. Vergeet niet om via de app of via de menu in de auto de vertrekplanning in te stellen, zodat de auto lekker voorverwarmd is voordat je vertrekt. Dat scheelt ook weer een hoop energie tijdens de eerste kilometers. Met je rijstijl heb je uiteraard ook invloed op het verbruik. De snelheid die je rijdt op de snelweg, het anticiperen, het vooruitkijken en het op tijd weer afremmen. Maak vooral gebruik van de one-pedal driving of ga op tijd van je gas af. En op die manier zal de auto zoveel mogelijk energie weer terugwinnen. Allemaal leuk en aardig. Ik denk dat in Nederland de laadinfrastructuur en de afstanden hartstikke prima te doen zijn. En ik zou vooral zeggen, geniet gewoon van de heerlijke rijgenschappen van de Mustang. Geniet van elke rit die je maakt. En heel veel plezier met de auto. Fijne kilometers.